Hey YouTube! In deze video gaan wij iets doen waar jullie al super lang om vragen. En eigenlijk gingen we dat niet meer doen, maar... We zijn zwak. Ja, we hebben gewoon besteld. Geld nodig. Nee. Oh. We gaan een AliExpress shoplog doen. We hebben allemaal pakketjes besteld en die gaan we in deze video openmaken. Zo, een heel doosje vol. Je doet dat verkeerd. Je hebt dat lang niet gedaan. Het is zo. Waarom valt ook altijd die bodem er weer mee uit? Ja, nee, dat is inderdaad al een tijdje geleden. En de reden dat we deze video's niet meer deden was omdat het super lang duurde voordat alles binnenkwam. Ik uiteindelijk heel erg veel spullen had. Maar hey, ik heb alles opgeruimd. We hebben heel weer waar. Plek. En ik heb het vooral eigenlijk gedaan omdat jullie dit gewoon hele leuke video's vinden. Dus we hebben een heleboel dingetjes besteld. En voordat we deze video gaan beginnen, het kwam echt mega fijn binnen dit keer. Ja, ze hebben gewoon ergens, ik weet niet waar, hebben ze al deze pakketjes verzameld in één zak gedaan. En ik kreeg dus in één keer een hele zak binnen waar alle AliExpress pakketjes in zaten. Nou, dat hopen we nog. Denk ik. Dat ze allemaal zijn. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik denk het. Maar we gaan ze gewoon openmaken en dan zien we vanzelf wat erin zit. En Rick zit er vandaag gewoon weer bij, want ja, waarom eigenlijk? Wat is dit? Je hebt me zo gevraagd. Wil je alsjeblieft weer in mijn video? Mensen vinden het zo leuk. Maar het is toch ook gezellig? Ik zit altijd maar zo in mijn eentje. Wat hebben we besteld? Want ik weet helemaal niks. Ik weet alleen dat je dingen hebt besteld. Goed, er zijn het allemaal spulletjes voor mijn journal, denk ik. Ik weet het niet meer. T-shirt. Nou, en een t-shirt blijkbaar. Nee, het zijn verschillende creatieve producten. Ik weet niet zeker of het nou allemaal voor je journal was, want ik heb het alweer een paar weken geleden besteld. Maar het zijn in ieder geval creatieve producten, dus er zullen geen oorbellen uitkomen. Ik heb kleerstems besteld. Ik hoop altijd dat het iets leuks is voor mij. Ik hoopte eigenlijk dat deze groter zouden zijn. Dat ik echt zo'n hele grote boom dan zo kon stempelen in mijn journal. Ze zijn wel wat kleiner dan dat ik had verwacht. Maar misschien is dat juist ook wel leuk. Dat je niet meteen zo'n reuze boom helemaal hebt gestempeld. Zou je met stempels een Bob Ross schilderij kunnen maken? Nou, dat was dus inderdaad datgene waarvoor ik dit had besteld. Want het leek me namelijk heel leuk om een keer een spread te maken in een Bob Ross thema. En dat ik dan allemaal van die dennenboompjes er ook zo omheen kan stempelen. En dat je dan bijvoorbeeld in het midden schrijft waar normaal dan het meertje zit of zo. Dus ik heb nu spoilers. Ja, maar dat geeft niet, want ik zit natuurlijk alweer te bedenken. En ik dacht, voordat deze video begon, oké, ik neem een journal mee, een schaar mee. Inkt. Voor de rest hoef ik niks te pakken en dan hoef ik ook niet op te staan. Nee, dat is geen inkt. Wat is dat? Printer inkt. Of Lego. Nee, het is geen... Nee, niet meer Lego. Nee, ik bestel nooit Lego. Volgende keer bestel ik Lego voor je. Ja. Maar ik moet even opstaan. Wacht, ik moet even pakken. Wil jij dan ook stempelen? Dan gaan we ze even testen. Ja. Dan mag jij kiezen welke je gaat doen. Maar ik vind die boompjes wel heel leuk. Het zijn wel hele schattige boompjes. Waarom heeft deze geen... die weet ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Welke gaan we doen als eerste? Deze. Nou, maar hij ziet er wel heel mooi uit. Ik ben benieuwd hoe die is als hij stempelt. Nee! Huh? Hij heeft één plekje niet gedaan. Maar kijk, de inkt zit hier nog op. Oké, wacht, ik doe hem nog een keertje. Goed aandrukken nu maar eens. Overal. Ah, oh, weer een stukje vergeten. Kijk, zit nog steeds een klein stukje op. Maar, wel heel leuk. Ja, als hij goed stempelt, ja. Maar je moet niet elke keer zo'n gat hebben. Doe er nog eentje dan, oké? Ja. Laatste keer. Drie keer scheepsrecht. Ah. Oké. Oh, maar hij heeft wel heel veel mooie details met al die kleine takjes en zo. Kijk hoe schattig het eruit ziet. Oké, je moet hem wel goed aanduwen, want anders dan wordt hij niet zo mooi. Kijk, dan krijg je gaten en zo. Dat is lelijk. Maar ik vind hem wel heel tof. Zal ik er nog eentje doen? Of wil jij die doen? Nou, laat mij maar doen dan. Nou, kies maar. Zie je dat er allemaal wel zo'n structuurtje op zit? Ik vind het leuk. Ik heb hem een beetje scheef geplaatst. Dat is niet erg. Ik vind het leuk. Ik vind het hele leuke band. Okay. Maar ik wil nog wel heel veel snel dit lelijke ding uitproberen, want die vind ik heel raar. Je weet dat we nog tig pakketjes hebben. Ja, oké. Ik doe nog even snel deze. Kan jij dan in de tussentijd opzoeken wat het kost? Oh ja. Nou, het ziet er wel een beetje uit als een verbrande... Hey, Pokey. Hey. Oh, nou voor dit geld dan vind ik het niet zo erg. Het ziet er wel een beetje uit als een verbrande tak, deze. Maar, wat kosten ze? 45 cent! Huh? Ja, dat valt best wel mee. Zo goedkoop? Ja, serieus. De verzendkosten waren 1,27. Maar het is nog steeds heel goedkoop. Dus 1,73 heb je ervoor betaald. Nou, ik vind hem goed. Voor 1,73 vind ik het superleuk. Next. Oké. Wat is dit? Oh ja, ik vond het zo schattig. Ja, ik weet helemaal niet of het nou ook echt nuttig is of wat dan ook. Is het een lijmroller of zo? Nee, het is een correctie. Zo'n, hoe heet dat? Nee. Dat is het merk. Zo'n Tipex ding. Ja, maar heet het niet gewoon een correctieroller?
Nou, dat. Ja. Waar je gewoon als je een foutje mee hebt gemaakt, kan je dit eroverheen rollen en dan is het weer weg. Maar goed, over het algemeen zijn deze dingen heel wit en onze journals zijn altijd een beetje vergild. Dus dan staat het niet zo heel mooi. Maar ik was dus heel benieuwd hoe deze zou staan en ik vond hem vooral gewoon heel schattig. Nou, hij is wel schattig. Ja, hij is wel heel leuk. Maar dan moet hij het wel doen en dan moet hij ook een beetje knapper uitzien. Nou, je kan die lelijke spriet weghalen. Nee, ik schrijf wel even wat. Oh. Jouw naam. Oh, het is ook een beetje lelijk begon. Maar hij is zelfs niet wit. Kijk. Kun je er nou ook overheen schrijven? Ja, doet het ook super. Kijk, ik heb hem. Je moet gewoon wat harder duwen. Dan heb je niet dat hij in het begin zo lelijk gaat. Kijk dan. Je ziet er echt bijna niks van. Maar, wat kost hij? €1,55. En dat komt weer door de verzendkosten hoor, want hij was 79 cent. Oh, oké. Okay. Wat een hoge verzendkosten dan overal. Maar het is ook een echte Alan Brook. Eén stuk leuke kawaii cartoon, snoepmelk, thee, beker, ijs, correctietape, briefpapier, kantoor, schoolbenodigdheden. Maar ja, zouden we dan voor €1,55 deze halen of zouden we dan gewoon bij de Action iets halen? Wat waarschijnlijk goedkoper is. We ziet er waarschijnlijk niet zo schattig uit. Maar ja, is dat het echt waard? Nee. Hij is wel leuk, maar moet je zelf maar bedenken. Als het echt iets is dat je heel graag wil hebben, dan is het je misschien waard. Maar ja, het is nu meer een hebben dingetje. Oké, next. Nee, want ik vind hem wel echt heel schattig. Niet doen. Ik heb geen idee wat dit is. Nee, ik weet het ook niet. Oh ja. Ja, om in het bosbros thema te blijven, heb ik nog meer boompjes besteld. Oh, serieus? Ja. Kijk. Maar dan, hier mag jij die openmaken, heb ik dus boompjes stickertjes. Maar zoals ik het nu alweer kan zien, zijn ze heel klein en een beetje gekreukt. Kijk. Kunnen ze die doosjes niet gewoon één tikkeltje groter maken? Ja, maar echt hè. En of de rand gewoon even één tikkeltje minder groot. Kijk wat een dikke witte rand eromheen zit. Die is bijna net zo groot als die hele sticker. Oh, die is wel heel mooi. Leuk van die herfstbomen. Ja, dit zijn wat meer van die herfst. Ja, dat vond ik wel leuk, want het is herfst. Oh, ja, die is wel lief. Oh, lief. Kijk nou. Ja, kijk hoe lief. Zo schattig. Maar ja, zie je dat die witte rand best wel groot is? Dan kan je het zelf natuurlijk wel bijknippen. Maar ja, als het niet hoeft. Ik vind dit trouwens wel een rare boom. Doe me denken aan zo'n kerstding. Ja, inderdaad. Ik denk ook dat als jij ze bestelt, dan zijn ze vaak weer heel anders hoor. Dus de ene keer heb je een hele dikke witte rand, kijk. En dan krijg je dit soort dingen. Weet je, dat dit eraan bungelt en dat je dat er nog af moet halen. Dus dat is net een beetje jammer. Maar goed, als je ze plakt, dan zie je het bijna niet meer. Maar dan moeten ze ook niet al te duur zijn. Want anders ben ik minder enthousiast. Dus dan mogen ze wel onder de euro kosten sowieso. Nou ja, ze zijn onder de euro. Ja. 85 eurocent. Verzendkosten zeker. Maar inclusief verzendkosten, deze twee bij elkaar, €2,44. Ik vind het wel leuk. Zullen we ze even plakken? Welke zullen we doen? Gewoon die lelijke. Zal ik deze kerstige? Ja, wel jij. Okay, gaan we even kijken of ze in ieder geval goed plakken. Mag jij er van die andere eentje kiezen en plakken? Ja, lelijke dikke rand, maar wel leuk. En welke doen we hiervan? Doe maar die eikel. Dat vind ik een goeie. Je bent zelf een goeie. Goeie. Nee, ik wilde hem niet daar plakken. Leuk. Ja, ik vind het leuke stickertjes. Een t-shirt. Ik hoop dat dit leuk is. Ja, deze weet ik nog. Ik hoop gewoon dat hij er ook zo uitziet als op het plaatje. Tadaa! Nou, is hij leuk of is hij leuk? Kijk, ja, ik zit wel helemaal in het Bob Ross thema deze shoplog. Ik vind ook dat je hem moet aandoen. Zal ik hem even aandoen? Dat lijkt me wel, ja. Oké, maar dan doe ik niet. Doe hem even zo. Dat werkt niet. Wacht, misschien moet ik het zo doen als op TikTok. Let op. Zo. Hey. Dat werkte wel. Oké. Ja. Ik vind hem echt superleuk. Het is wel een beetje jammer dat je dit... Je ziet wel dat er hier echt zo'n vierkant zit, zeg maar. Oh, dat zit er niet eronder, zeg maar. Maar op zich, het spulletje voelt ook niet vies of zo. Het voelt wel gewoon als een lekker shirt. Kijk, ik kan nog even zo laten zien. Ja, ik ga hem volgende keer als ik ga schilderen, ga ik hem aandoen. Oké, en dan geen schort eroverheen. Dan moet ik zo'n schort zo kopen. Ja, maar dan zit hier toch nog steeds. Nee, dan wordt Bob een beetje vies, maar dat vindt Bob niet erg. Oké, dat is waar. Dat is je wel gewend. Oké. Wat kost dit? Maar, ja, dat wilde ik nu net gaan zeggen. €10,31. Maar wel, gratis verzendkosten. Nee. Maar hij is wel leuk. Hij is wel heel leuk. En als je in Nederland zo'n shirt zou vinden en die zou €10 kosten, zou je hem ook meenemen omdat je het leuk vindt dat het een Bob Ross shirt is. Ja. Het is ook echt wel een lekker shirt. Hij zit ook lekker. Maar wat vind je van mijn shirt? Ja, vind je hem leuk? Ja, ik vind hem wel leuk. Wil je er ook een? Niet van Bob Ross.
Maar misschien als we samen een keer... Hij is legend, man. En samen een keer een Bob Ross video hebben gemaakt. Misschien dat ik dan wel zo'n shirt wil. Ja, en dan doen we allebei zo'n rokje schort aan. Oké. Okay. Zullen we doorgaan naar de volgende? We gaan door naar de volgende. Hebben we nog zoiets leuks? Of is het alleen maar weer stukjes nu? Ja, nee. Ik heb expres niet zo heel veel... Maar jij hebt toevallig nu net al deze dingen gepakt. Maar ik heb niet alleen maar stickers en stempels besteld. Maar het zit er wel tussen, zoals je kan zien. Oh ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb namelijk verschillende inktkleurtjes besteld. Want ik had bomen besteld om te stempelen. Oh, ja, nu weet ik waarom ik geen inkt had gepakt. Je hebt dat gewoon niet in de goede volgorde aangegeven. Ja, dan had ik het gewoon kunnen doen. Maar hoe leuk is het als je zo'n boompje ook in het groen in je journal kan stempelen? Dat weten we nog niet, hoe leuk dat is. Nou, dat wilde ik dus proberen. Het idee leek me heel leuk. En ik had dus daarom ook zo'n bruinig kleurtje, dat je ook van die herfstige bomen ervan kan maken. Ik denk dat dat heel leuk kan zijn. Oeh, hij is heel soppig. Moet je horen. Oh, heel dik op als ik het Ja, ik heb ook 60 keer erop zitten duwen om het geluid goed opgenomen te krijgen. Dus hij hoeft niet zo dik als dit. Maar hij doet het goed. Ja. Kijk, of hij lang meegaat, weet ik niet. En ik zie dat de inkt aan de zijkant er een klein beetje uitstroomt. Dus dat kan komen dat ik misschien net heel te hard heb lopen duwen. Ik weet dus niet of dat altijd is en dat ze uiteindelijk gaan lekken. Maar ja, goed, hierbij hangt het er ook weer vanaf wat de prijs is. Maar de kleur is in ieder geval erg goed en ik vind hem ook heel mooi. Nee, want dan lekt hij niet. Nee, kijk, ja, zie, dus ik denk dat het gewoon komt dat ik zo hard heb lopen duwen de hele tijd. Oh, dit is leuk. En ze hadden echt ook heel erg veel kleurtjes waar je uit kon kiezen. Zullen we eens even kijken wat het maar kost? Maar ze zijn echt fijn. En? Nou, ze zijn ook niet echt mega nat dat ze er doorheen komen. Een heel klein beetje, maar daar is ook mee te leven. Wat kosten ze? Nou, dit vind ik een beetje een grappige. Oh. Ze zijn namelijk €1,08 per stuk. Ja. Maar bij elkaar €2,17. Weet je wat de kleurnamen zijn? Nou. Dit is... Gingerbread. Nou, die vind ik nog oké. Ja, die snap ik. Dit is hint of pesto. Nou, maar het lijkt toch ook een beetje... Een vleugje pesto. Ja, is toch ook vleugje pesto? Hey, het zijn geen stickers. Het is masking tape. Ja, washi tapejes. Hele dunnetjes. Dank u. Oeh. Het zag er heel erg leuk uit wat ze ermee gingen maken. Dat was echt, ze hadden van die kaartjes ermee gemaakt. Ik zal het even in beeld laten zien als ik het nog kan vinden. Hadden ze van die kaartjes ermee gemaakt. Dan hadden ze dus die randjes hadden ze helemaal gedaan met deze tape. En het stond zo ontzettend leuk dat ik dacht van daar wil ik een keer een pagina mee maken in mijn journal. Maar dit zijn van die hele kleine baksteentjes. En als het goed is, is die van jou een touw. Klopt dat? Maar dat is toch leuk als je dat gewoon net ergens in doet of aan de zijkant doet. Of waarom doe je het nou zo lelijk? Kijk, dan kan er precies zo'n konijntje overheen. Maar wat lelijk. Waarom heb je het nou weer zo gedaan? Zo'n heel kadertje maakt. Dat konijn wil gewoon van de ene boom naar de andere boom. Wat vind je ervan? Ik vind ze wel heel leuk. Ik vind het heel origineel een keer wat anders zo. Ja, het is wel weer eens wat anders. Ik zal je vertellen. Oeh, die inkt trouwens blijft wel lang nat. Zie, die hele soppige waar ik echt vet dikke laag van heb gedaan. Die is nu een beetje aan het vegen, omdat die gewoon nog te nat is. Maar die andere is wel droog. Waarom ben je daar zo verbaasd over? Nou ja, dat had ik nog niet getest natuurlijk. Maar hij blijft wel heel lang nattig, dus hij gaat wel een beetje vlekken. Maar die andere niet. Dus als nee, je die het andere normaal ook. Doet. Die andere ook een beetje. Kijk maar hier. Dus je moet hem wel een lange tijd laten drogen, anders dan gaat hij een beetje vlekken. Er zijn 84 cent per rolletje. Oké. Okay, maar inclusief de verzendkosten. Weer verzendkosten. Beide bij elkaar €2,43. Dus je hebt €1,20 betaald voor dit. Nou ja, €1,21,5. Ja, voor zo'n klein tapeje is dat wel wat prijziger. Dan moet je wel weten wat je ermee wil maken. Zeker als je er zo onzuinig mee omgaat. Ja, waarom doe je dat eigenlijk? Zonde. Zal ik de printer inkt openmaken? Ja, maak jij de printer inkt open. Hey, ik heb trouwens het shirt niet voor het laatste bewaard. Nee, ik moest hem dragen in de video. Ah. Maar ik vind hem wel leuk. Ja, hij staat wel lief. Ja. Ze hadden trouwens heel veel verschillende versies ook van dit shirt. Oh, echt? Ja, maar ik vond deze het leukste. Ik dacht, dit trek ik het vaakste aan, want je had ze ook in kleur en zo. Maar die waren op zich ook wel leuk, maar die waren dan meteen zo heel bobrossig, weet je wel? En dit vond ik dan nog wel... Als je niet goed kijkt naar mijn shirt, zie je niet eens zozeer dat het een Bob Ross shirt is. Of wel? Die Avro herkent iedereen, hoor. Ja, ja, dat denk ik ook. Oh, ja! Washi-tapejes. Ja, maar washi-tapejes in de boompjesstijl. Hier zitten allemaal verschillende... washi tapejes en met cactusjes, maar ik vond vooral deze zo leuk. Wat ik nu al wel kan zien is dat het een herhalend patroon is dat niet netjes doorloopt. Kijk maar, want je ziet hem echt zo. Oh ja, zo'n harde lijn erin. Ja, dus dan moet je dat wel even afknippen. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe lang die dan is en wat je ervan kunt gebruiken. Nou, zo te zien is dat een heel lang stuk. Kijk, zie je dat? Oh, dat valt inderdaad op. Ja, ik heb het niet al te mooi geplakt of zo, maar...
Hij plakt op zich wel oké. Okay. Het is niet dat hij niet goed plakt. Maar hij is ook afgesneden aan de bovenkant. Ja. Dus je hebt niet dat nee. het afloopt. Nee, en dat had ik dus wel gehoopt. Dat je echt inderdaad aan de onderkant allemaal van die boompjes zou kunnen maken. Nou kan je hier vast heel veel leuke dingen mee verzinnen. Maar het was anders dan dat ik had verwacht. Nou, zullen we er nog eentje doen? Kijk, hier zit ook nog dunnetjes tussen. Gaan we even kijken hoe die plakken. Wat kost het? Nou, ze zijn €1,99 voor alle acht, zeg maar, bij elkaar. Het is één pakketje. Wat is er zo En schattig. Inclusief verzend kost ze €2,44. Oh. Maar ik vind ze niet allemaal even leuk. Maar hij is wel een beetje raar, kijk. Hij is een beetje geschoven, zie je dat? Hij is niet helemaal lekker geprint. Oké, nou, wat vinden we ervan? Vinden we het ik waard? Ik vind het mooi. Nou, ik vind ze op zich wel leuk, maar inderdaad, ik had er iets meer van verwacht, denk ik. Maar ik vind ze ook niet stom. En je krijgt er wel een heleboel. Dus als je op zoek bent naar een groene stijl en je vindt dit leuk, dan ben je wel in één keer klaar. Next. Het is... Ja. Een SD-kaart. Oh nee. Wat is dit? Oh ja. Nou, dit kwam ik tegen en toen dacht ik echt van, nou, wat heb je hier aan? Dit is namelijk, ik maak het even open, een washi tape knipper. Maar washi tape kan je toch gewoon scheuren? Maar ja, misschien niet alle washi tape. Maar misschien. Dit is dus een klein knippertje die je op je washi tape kunt zetten om je washi tape te knippen. Maar ik snap gewoon niet wat het nut ervan is. Dus daarom wilde ik hem heel graag hebben om te kijken wat het is. En of ik het nou ook iets vind toevoegen. Want waarom zou je anders zo'n product verkopen? Ja, dat vraag ik me met sommige dingen wel mee. Nou, hier, pak ik even een washi tape. Neem ik even deze. Dus je kunt er vanaf nu en dan trek je hem naar boven. Oh, en dan... Oh! Ja. Oh. Maar ja, wat nu een beetje het stomme is... Nee, dat is dat je nu een mooi kartelrandje hebt. Ja, dat is prachtig. Kijk, maar... je kan hem gewoon meetrekken en dan hou je hem tegen. Hé, hey, ik vind het best leuk. En nu heb je mooie randjes. Oh, ik dacht van tevoren... Nee, dat gaat waarschijnlijk echt super stom worden. Maar ik ben eigenlijk super enthousiast. Ja, maar echt. Ik denk echt dat ik dit graag ga gebruiken. Want ik vind het veel mooier met zo'n heel klein kartelrandje dan zo hard met een schaar. Daarom scheur ik het ook eigenlijk altijd. Maar dan krijg je het inderdaad heel scheurig. Dat is ook niet altijd wat je wil. Dit is eigenlijk echt precies zoals je washi tape ook tekent. Zo krijg je het nu ook gewoon afgescheurd. En het werkt super simpel. Wat kost het? €1,73. Ja, gratis procentkosting. Voor zo'n plastic... Procentkosting? Ja, we snappen het. Ik vind het echt een leuk hebben dingetje. Ik ben ik hier heel blij mee. Hoe vaak je het in de praktijk gaat gebruiken. Nooit. Maar ik vind het wel leuk. Oké, volgende. Ik denk dat dat de reden was waarom we het niet meer gingen doen. Ja, en dat jij het niet leuk vond. Dat ik niet meer enthousiast kon zijn over stickers. Na duizenden stickers. Nou, daarom stickers. Bestel ik ook niet meer zoveel stickers en zo. Stickers! Ah, stickertjes! Oké, het zijn wel heel ander soort stickers dan die ik normaal gesproken bestel. Ja, oh, wel een mooi zakje. Met... Yeah. Ik was gewoon heel benieuwd hoe dat erbij zou staan. Maar ik had ze weer wat groter verwacht. Ze zijn wel weer heel klein. Oh, maar deze lijkt wel een beetje op jou. That's racist. Oh, ja, deze ga ik vaak gebruiken. Kijk, hier ben ik boos. Kijk, dan zit jij op de achtergrond. Hey, I'm sorry. Dat gebeurt nooit. Nee, maar in mijn journal wel. Ah. Kijk, hoe I'm sorry. Zie je hoe vaak jij sorry zegt? Ja, ik weet het niet. Kijk, en ik lach je uit. Waarom krijg ik eigenlijk elke keer op mijn kop? Forgive me, please! Wat is dit? Ik denk dat deze echt gewoon iets stouts heeft gedaan. Nou, en dat meisje niet blij is ermee. Sorry, en dan hier, don't do it again, staat hier. Are you angry? Trust me. Vraag je hier. Are you angry? Nou, ik weet het niet hoor. Ik vind dit wel hele onderdanige stickers. Ja, want dat meisje zegt nergens sorry. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar echt niet. Nee, I know. Het kostte €2,05. Nee. En dat is schijnbaar 2 cent verzendkosten. Oké, nou die verzendkosten die zijn er niet zo erg veel. Maar ja, nee. €2,05 dus. Nou. En er zitten 38 stickers in. Oké, nou ik vind ze wel heel erg leuk. Dus je moet zelf maar bedenken of jij dat het waard vindt. Ze zijn dus niet zo heel groot, maar ze zijn wel en heel schattig. Ze zijn ook niet heel manvriendelijk. Nee, oh ik moet er trouwens wel even eentje plakken. Even testen. Oh ja. Wauw. Leuk. Nee. Oh. Het zijn nog meer stickers. Sorry, ik zei nog van tevoren dat ik niet zo heel veel stickers had besteld. Dit zijn plaatje deco stickers, noemen ze het zelf. Maar het zijn van die plaatjes. Ik heb ooit een keer in een AliExpress shoplog, dat is al wel een tijdje geleden, had ik allemaal van die plaatjes besteld. En toen zei ik ook dat ik daardoor dan niet zo heel vaak plaatjes hoefde uit te printen. En dan was het dan meteen een sticker. Oh ja. Dan hoefde ik het ook niet te lijmen. Maar die waren echt van het hele washi tape-achtige spul. En die heb ik uiteindelijk toch niet zo heel erg vaak gebruikt. Nou vond ik weer een AliExpress shop die weer zoiets had. Maar dit keer waren ze dan niet...
als het goed is, van dat washi-tape-achtige spul. Maar was het dus gewoon nu geprint als echt een plaatje. Ja, je hebt ze dus in verschillende kleuren. Dus ik heb nu de kleur groen gedaan. Er zitten dus van die quotes tussen en dus plaatjes en alles dus in een matchend thema. Dus dan heb je ook alles dat meteen gewoon goed bij elkaar aansluit. En ja, ik heb nu maar gewoon een kleurtje gekozen groen, omdat ik dat leuk vond passen bij alle andere dingen die ik had. Oké, okay, nou, ik ga er even eentje plakken. Ik doe wel gewoon voor deze stoel. Ja. Ik hoop zo dat het geen washi-tape-achtige stickers zijn. Ik ben er bang voor. Dat zeg ik dus net. Joep, washi-tape-achtige stickers. Maar weet je wat het dan is? Als je ze plakt, ze worden zo doorzichtig. Ja, je ziet alles erdoor. Ja, en daar had ik niet altijd zin in als ik een plaatje plakte. Hè. Voor die tekst is het denk ik wel leuk, maar voor die plaatjes vind ik het wel jammer. Maar misschien dat ik ze wel ga gebruiken en dat ik het uiteindelijk wel leuk vind. Maar ik had dus echt gehoopt dat deze dus niet zo waren. Mocht je nou wel op zoek zijn van deze stickers en er helemaal enthousiast van worden, dan hebben we ze hier voor je. Dan kosten ze €1,10, maar inclusief de verzendkosten €1,87. Nou, dat vind ik dan nog wel te doen. Kijk, voor die teksten, daar vind ik het wel heel leuk bij staan. Maar bij zo'n plaatje, ja, ik weet gewoon dat ik dat minder vaak gebruik. En kijk, je ziet ook al waarom, omdat je alles er doorheen ziet. En voor een plaatje vind ik dat gewoon minder fijn. Oké, okay, volgende. Waarom ben ik hier niet mee begonnen? Die is leuk, hè? Deze is leuk. Ja. Dat is een sleutelhanger van Animal Crossing. Oh. Nee, echt, als het goed is staat er een Animal Crossing plaatje op. Oké, die heeft helemaal niks te maken verder met deze video. Maar die kwam ik tegen en die vond ik heel schattig. Deze video is toch een AliExpress shoplog? Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Maar ik bedoelde meer van dat het niks te maken heeft met creatief spullen of zo. Of wat dan ook. Kijk, leuk, hè? De kinderen die komen net uit school. Dus zeg maar voor hoi. Hoi. Hij kost 68 cent, maar inclusief verzendkosten €2,13. Ja, waard, want het is leuk. Maar we hebben nog één pakketje. Waarom heb ik al deze pakketjes voor het laatst bewaard? Anders was ik de hele tijd blij geweest. Want dit voelt als een petje. Ja, ik heb een cadeautje voor jou erbij gedaan. Maar ik weet niet of die leuk is. En of je op mijn grote hoofd past. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik dacht, dan heb je tenminste ook iets leuks. Maar wist ik veel dat jij deze twee dingen helemaal tot het einde ging bewaren? Nou, wat krapjes hoor. Ja, is hij net te klein? Ja, is een beetje te klein. Mag ik hem ook eens? Nee. Ah, hij is echt te klein. Ik weet het niet. Meh. Maar ik baalde wel van dat hij niet past. Oké, dat ik blij ben dat ik hem als laatste heb opengemaakt. Anders was ik de hele tijd boos geweest dat hij niet paste. Ja, dat is wel een beetje jammer. Dit ook. Deze look is ook een beetje jammer. Ja, vind je niet mooi? Deze stempels kwamen binnen, maar echt net nadat we de video hadden opgenomen. Maar ik wil ze nog wel heel graag eventjes in deze video laten zien. Dus vandaar dat dit stukje er in één keer zo tussendoor komt. Maar kijk nou hoe leuk deze stempels zijn. En als je die bergen zo ziet, dan snap je ook waarom die echt in deze video erbij moesten. Want dit past natuurlijk helemaal bij het Bob Ross thema. Mijn idee was dus ook om er dan zo'n berg mee te stempelen en dan eens van die boompjes eromheen te plaatsen. Ze stempelen trouwens ook gewoon weer goed en ze kosten €2,02 met gratis verzending. Nou, dan was dat het. We hebben alles opengemaakt. Ja, ik denk dat ik volgende keer ga bestellen. En dan geen stickers, geen stempels, gewoon rotzooi. Dat gaan we doen. Nou, laat maar even weten in de reacties of je dat leuk vindt. Wat vind je het leukste van alles? Het petje. Die vind je denk ik het leukst. Ja, mag je die hebben? Aan de... Oh, wauw. Mag die aan de sleutelhanger van de auto. Ik vind denk ik die boompjes heel leuk. Die stempelboompjes en die kleurtjes inkt vind ik ook heel leuk. Ik ga dit shirt volgende keer dragen. Daar ben ik het meest blij mee, met mijn shirt. Die was ik alweer helemaal vergeten dat ik die de hele tijd aan heb. Wat vind je van mijn shirt? Mooi. Mocht je nou iets gezien hebben hier tussen waarvan je denkt dat wil ik ook graag bestellen of dat wil ik graag hebben. Van alle linkjes die we hebben kunnen vinden, dan staan die gewoon hier beneden in de omschrijving. Dus dan kan je ze daar aanklikken en hoef je niet heel AliExpress af te zoeken. Als je deze video leuk vond, vergeet dan natuurlijk niet even een like te geven. En ook niet te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En druk dan ook even op het belletje, want als we dan een video uploaden, dan krijg je tenminste een melding. Je kan me volgen op social media, Pinterest en op Instagram. Die links zijn hier ook beneden in de omschrijving. En je kunt mij ook volgen op Instagram. Kijk hier, hier staat het. Ja, ik kan Rick ook volgen op Instagram. En dan was dit onze AliExpress shoplog. Oké, nou, dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei! 20 second wrap out. Camilla, Mila, Emily, Willa, Mila.